Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en vandaag beginnen we met de les 316. Je komt vaak twee foto's die allebei hetzelfde zijn, waarvan de achterfoto of de foto die erachter staat wazig is en de foto die ervoor staat dan scherp is. Ook Facebook laat dat voortaan zien in zijn nieuwe layout. En als je dan een foto aanklikt, dan zie je dus dat dezelfde foto dubbel is, maar dan wazig op de achtergrond. En hoe doe je dit? Heel simpel, dat ga ik jullie nu uitleggen. Ik ga hier bij deze laag, haal ik het slotje weg. Ik zal even laten zien, dit slotje. Door Alt in te houden. En dan klik ik dubbel op de laag. En dan zie je dus dat het slotje is verdwenen. Ik pak dan de laag vast met mijn linker muisknop. En ik sleep hem dan hier naar dit icoontje. En dan zie je dus dat er een kopie is ontstaan van de laag waar we mee gaan werken. Ik doe dan een Ctrl-T. Dat is waarschijnlijk Command-T voor de mensen met een Mac. Ik hou dan de Shift in. Dat kan ook weer veranderen in welke Photoshop je werkt. De ene is dan Shift, de andere is dan Alt. Dan moet je even checken. Waarom? Je mag namelijk de foto niet uit zijn fatsoen trekken. Dus hij moet natuurlijk wel blijven zoals hij is, maar alleen verkleinen. Dus ik hou Shift in, ik pak hem linksboven in de hoek, ik hou mijn linker muisknop ingedrukt en ik trek hem zo naar binnen toe. Daarna pak ik hem vast, hè. Dan haal ik verder alles los. Ik heb alleen mijn linker muisknop, die hou ik ingedrukt en ik zet hem dan in het midden neer. Daarna klik ik op Enter. Ik ga daarna deze laag even uitvinken, door dit oogje uit te vinken, zo. Dan ga ik naar deze laag toe. Ik ga hier naar Filter, ik ga dan hier naar Blur en ik kies een keer voor Gaussiaans Blur. Ik heb hier gekozen voor 38,7 en daarna klik ik hier op OK. En zoals jullie zien is dit dan wazig geworden. Als ik deze nu aanvink, dan zie je dus dat de foto voor scherp is en dezelfde foto die erachter zit is dan onscherp. Een korte les, je hebt weer wat geleerd en ik spreek je snel. De groetjes, hai hai.